Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tjukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met dit mooie frame. Ik heb er al helemaal zin in, dus heb jij er ook zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar het blijft de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Meer dan 60% is niet geabonneerd, dus druk eventjes op die abonneerknop. Want dan zorg je dat ik dit soort video's gratis kan blijven maken. En dat zou ik super leuk vinden. Daarnaast komt er nu van maandag tot en met vrijdag een nieuwe video online. Elke avond om 7 uur. Dus wil je niets missen, zorg dan dat je er klaar voor zit. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder een kopje cursuspakketten. En dan gaan we nu gauw beginnen. Ik heb hier echt een super leuk frame. Daar heb ik eventjes een waterschaaltje op gelijmd. Gewoon met warme lijm gaan. Even echt goede dot met lijm dat die goed vast zit. En daar zetten we een oase rondje bovenop. We gaan werken met heel veel mooie materialen. Het is geen kerstvideo, want we gaan alvast wat fris en nieuwe leuke dingen maken. Voor na de kerst. Dit pakket kan je dus ook bestellen na de kerst. Ik zet dat er gewoon bij als je het bestelt. Dus dat is... wel duidelijk dan. En we beginnen eerst met berengras. Die gaan we aan de zijkanten insteken. En daar gaan we straks een heel mooi werkje van maken. Ik steek het er aan beide kanten in. En zorg eerst dat het mooi meeloopt met het frame. En straks gaan we daarmee werken. Dus dat mag je aan beide kanten even doen. Zoals je ziet heb ik aan beide kanten nu het berengras geplaatst. Ik vind het wel heel mooi als je het frame blijft zien, omdat je een hele mooie industriële uitstraling heeft. Dus we gaan hem niet helemaal verstoppen. Maar wat we gaan doen is het berengras er doorheen vlechten, zodat aan de onderkant er weer uitkomt en dat we die vorm juist versterken. En dat doe ik aan beide kanten. Dan heb ik wat asparagus en die steek ik ook mee met deze vorm. En we werken dan elke keer een beetje die kant op. Maar zorgen wel dat alles goed zichtbaar blijft. Als het nodig is, vleg je het een beetje tussen. En dan heb ik ook mooie kalla's. Ook hierin doe ik hetzelfde. Dus laat ik weer mooi meelopen naar beneden. En dit doe ik aan beide kanten. Zoals je ziet hebben we de vorm er mooi in en dan gaan we straks alleen maar meer versterken. Maar we gaan natuurlijk ook met mooie bloemen werken aan de bovenkant. Daarnaast willen we natuurlijk het schaaltje ook weggewerkt hebben, dus daar werken we ook wat omheen en ook iets boven overheen. Ik laat het dan net aan de buitenkant van het schaaltje eroverheen lopen. En dit doe ik aan beide kanten.
Dan gaan we ook nog wat vlechtwerk toevoegen. Om zo bovenin nog meer diepte te creëren. De vorm toch te versterken. Maar op een aparte manier een heel mooi lijnenspel te creëren. Aan de onderkant maak het eventjes vast met een draadje. Dat je de wikkeling, dat je even een goede bundel maakt. En die vlechten we. Vind je het vlechten nou moeilijk en lukt dat niet, dan kan je het ook gewoon zo toevoegen. Dat is ook geen probleem. Aan het uiteinde maak het vast door het berengras even één keer omheen te doen en daarin een knoopje te maken. En zoals je ziet heb ik dan wat vlechtwerk gemaakt die we dan op die manier straks gaan toevoegen. En zo krijgen we een heel apart stuk. Dit kan je met meerdere berengrasjes doen. Sowieso maak ik dat aan de andere kant ook, want ik doe het elke keer aan beide kanten. En dit kan je eigenlijk zoveel toevoegen als je zelf wil. En daarmee maak je het gewoon heel apart in je stuk. Je kan ook voor kiezen om wat dikkere bundels te maken en dan wat kleinere bundels. Dus juist meerdere bundels maken dat heel erg leuk. Ik bevestig de berengras aan twee verschillende kanten, op twee verschillende hoogtes in het stuk. Zowel aan de onderkant, die lijkt dan meelopen met het frame. En die bevestig je weer onder het frame aan de uiteindes. En dan doe ik ook aan de bovenkant. En zo creëer je diepte in het stuk en krijg je echt een heel mooi lijnenspel. De onderkant maak ik dan weer vast met een touwtje. En dit doe ik straks ook met zuidenwindlelies die ik dan weer bovenin bevestig en zo mee laat lopen met het stuk. Zo, de wendelelie zet ik dan weer boven in het stuk en laat ik dan ook meelopen en zet ik dan met een touwtje even vast aan het frame. Doe dit wel voorzichtig, want dat je het zo de wendelelie niet breekt. Wat mooie blauwe druifjes. Deze gaan we uit het zand halen. Dus je haalt het potgrond, haal je er eventjes af. En die zetten we dan op satéprikkers. En op die manier kan je dat heel leuk boven in het stuk verwerken. Natuurlijk ook al een beetje voorjaar. Dat is wel weer leuk zo. Als we de kerst eruit hebben. Dus je zorgt dat je watteltjes dan even schoonmaakt. Dit kan je gewoon even het zand eraf halen en daarna afspoelen onder de kraan. Als je dat dan schoon hebt gemaakt onder de kraan, kan je er gewoon voorzichtig een satéprikkertje in steken aan de onderkant. En dan kunnen we het leuk verwerken in het stuk. Je kan het ook doen op verschillende hoogtes, want dat is wel leuk. We werken, hebben het nou in het midden wat minder hoog. En daarin wil ik juist iets meer hoogte creëren. Dat kan je heel leuk doen door middel van deze bolletjes. En afhankelijk van hoeveel bolletjes je in je potje hebt, kan je dit gewoon verdelen in je stukje. Echt superleuk. Geef gelijk een leuk sfeertje. Lekker fris sfeertje vind ik dat. En dan heb ik een leuk bolmos. De onderkant haal ik er meestal eventjes af. En dan zet ik het vast met een krammetje. Ook mooi dat frisse groen. Mocht je bolmos een klein beetje zijn ingedroogd, kan je het gewoon even in een bakje met water leggen. Is zo weer mooi. Ik zie dat er nog één bolletje over heb, dus deze plaats ik nog even in het midden. Maar dat kan je natuurlijk gewoon een beetje verdelen. En mocht je nu nog gaatjes hebben, kan je het ook nog een klein beetje opvullen met Silantia. Ik vind het altijd een leuke en luxe sfeer geven in je stukje. Zodat er geen oase en geen lekschaaltje meer zichtbaar is. Dan vind ik het mooi om nog eventjes dat laatste af te maken met wat berengras. Dat doe ik gewoon met enkele berengrasjes.
En die doe ik her en der alle kanten op. Zodat je een beetje een zigzag effect krijgt in je stuk. En je ook daarbovenin een mooie doorloop hebt in je stuk. Dus dat je geen gat hebt als het ware in de hoogte. Als je dan her en der de beergas hebt geplaatst, kan je hem schuiven naar waar je hem wil. De ene kant op en de andere kant op. Dus je zigzagt het een beetje door elkaar heen. En zorgt dat je zo dat lijnenspel extra spannend maakt. Je kan het dan weer gewoon onder het frame laten lopen. Aan het eind bevestigen we alles nog eventjes samen met een touwtje. Dan zit alles ook heel mooi vast en hebben we ook een mooi stevig bloemstuk. En dit maakt het stuk ook net eventjes nog extra strak. Het mag echt wel een mooie wikkeling zijn dat je het touw gewoon goed ziet. En dit doe ik aan beide kanten. Zoals je ziet hebben we zo echt een heel apart stuk. Je kan natuurlijk wat lampjes aan toevoegen. Want je kan denken lampjes met kerst. Dat pak je dan natuurlijk snel. Maar in zo'n stuk is het ook gewoon echt super mooi. Door die luchtigheid is dan juist heel leuk om lampjes toe te voegen. En vooral omdat het 's avonds zo snel donker is. Is dat gewoon extra gezellig. Dus dit zou je nog even kunnen doen. Je kan ook alleen het frame doen. Je kan hem er helemaal omheen doen. Wat je zelf maar leuk vindt. Je kan het natuurlijk ook gewoon zo laten. Wat je zelf helemaal mooi vindt. En dan hebben we echt een heel mooi stuk. Straks de kerstboom eruit en deze er weer in. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulijmbloemist.nl, daar vind je onderkopje cursuspakketten. Je kan de gewenste datum aangeven. Deze wordt sowieso pas verstuurd na de kerst. Dus daarna kan je gewoon aangeven wanneer je hem graag zou willen ontvangen. Van woensdag tot en met zaterdag, dus dat is geen probleem. En dan hoop ik dat jullie dit weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Laat even weten wat jij graag wil zien hier op het kanaal. En dan zien we morgen om 7 uur weer. Doei!